Rechtstreeks vanuit de bibliotheek Roederenkerk in Zutphen. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Met Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Pits. Dag dames en heren. We zijn in de bibliotheek Broederenkerk in Zutphen. Schitterend bouwwerk. Er bestaat niets mooiers dan een bibliotheek. Dat zijn huizen van taal, waar de taal bijeenkomt. En in dat huis hoort het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Zie dat dicté eens aan. Deze 29e editie. Het heeft weer kleur op de wangen. De titel is Boeren, Burgers en Buitenlui. Dit is echt de zin. Deze is echt hels. Deze zin. Hels? Hels. Ja, hels. Ja? Bleek. Bleek. Ik voel me ook bleek. Oké. Dat het deze keer niet van die klote zinnen zijn. Het moet me van het hart, dubbele punt. Met de mensen in de zaal. Leg de pennen neer. Wiebeke Roeper, wie is de winnaar? De winnaar van het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2019... zit aan de kant van de luisteraars van de taalstaat. Het is iemand met zesvoud, Niels de Jonge. Yes, 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 yes. Niels de Jonge, kom naar voren. Je bent even een beetje beduust. Ja, ik had het niet verwacht. Nee. Dat hoopte ik al. Ja, maar wat is je eerste reactie? Blij. Ja, ik had het niet verwacht. Beste Niels, van harte geluk gewenst. Alsjeblieft de vulpen van het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2019. Ja, zoals ik al eerder zei, ik vond het begin heel moeilijk. Maar gaandeweg kreeg ik er meer vertrouwen in. En toen werd het wel, mentaal werd het wat rustiger. De winnaar komt van de taalstaat, dus wij zijn helemaal blij. Ik stond ook te juichen natuurlijk. Hè? Ja, de belangrijkste les is gewoon goed oefenen. Zoals ik al zei, niet te veel oefenen. Maak jezelf niet te gek. Ik had er 25 fout. En dat is redelijk gemiddeld, merk ik al. Ik had zo gehoopt, maar dat houdt natuurlijk voor jezelf. Van, als ik 20 fout heb, dus ik zit daaronder. Vanmorgen reed ik hier naartoe en toen dacht ik, oh, het was net als vroeger dat je denkt, oh shit, ik had het wel moeten leren. Maar ik vond het een leuk dicté, hoor. Ik vond het heel leuk om te doen, maar het is niet echt mooi, vind ik, toch? Wij vonden het wel mooi. Ik wou je net vragen of je het volgend jaar weer wil doen. Grote eer, als het mag. Ja, heel bijzonder, ja. En ik had er wel over nagedacht van tevoren, als dat nou gevraagd wordt. Dan dacht ik, ja, maar als ik het heel beroerd gedaan heb, dan zeg ik zelf dat ik mijn excuses aanbied en het nooit meer doe. Ja, ze heeft het zo goed gedaan. Ik denk, dat durf ik dan. De muziek komt van Thijs Boontjes, dans- en show-orkest.